Waarde zoon, het is me een buitengewoon voorrecht je vanaf deze plek te berichten dat wij in goede gezondheid verkeren. Uw moeder laat u hartelijk groeten. Uw toegenegen vader, Jozef Israëls. En toch waren het niet alleen hooggeleerden die in deze buurt neerstreken. Kijk maar op de fotografieën die al zo'n eeuw geleden werden gemaakt. Jonge dames met fraaie hoeden, gezeten op fietsen en vrolijk wuivend naar de fotograaf. Het zullen wel meisjesstudenten zijn geweest, hoewel die dan nog niet in zo grote getale naar de universiteit gaan. Net als hun mannelijke medestudenten wonen zij bij een hospita thuis, strikt gescheiden. Dat spreekt. Voor de ouders van de jonge dames is het een veilige gedachte dat hun dochters onder het waakzaam oog van de pensionhoudster leven. En als ze hun studie voltooid hebben, getrouwd zijn, kinderen hebben gekregen, dan komen ze terug naar die Jozef Israëlstraat waar ze zulke gelukkige jaren hebben doorgebracht. Misschien bellen ze wel aan bij de vroegere buren of bij hun eigen hospita, als die tenminste nog leeft. Mijn straat, de Jozef Israëlstraat. Ha! Wie zou gedacht hebben dat deze statige straat naar mij vernoemd zou worden? Al meer dan 100 jaar oud is die. Maar dan ben ik toch nog een kleine eeuw ouder. En toen ik op 18-jarige leeftijd naar Amsterdam en later met mijn vrouw en kinderen naar Den Haag verhuisde, was er van deze deftige straat nog helemaal geen sprake. Tegenwoordig voelen ze die chic nog wel. En ze vergelijken hun straat met een stukje Amsterdam-Zuid. Ze doen niet voor minder. Aan het begin van de 20e eeuw was dat trouwens niet anders. Na de ontmanteling van de vestingwerken kwam hier geschikte bouwgrond. Deze straten en buurstraten zouden voorname straten moeten worden waar de hoogleraren van onze universiteit zouden kunnen wonen. En reken maar dat ze hier graag naartoe kwamen. Het heette hier niet voor niets de professorenbuurt. Mooi eigenlijk dat deze buurt, deze straat, er over het algemeen zo netjes uitziet. Moet ook wel zo blijven, vind ik. Leefritmes die wel eens kunnen botsen, want de een moet vroeg op naar het werk, de kinderen moeten naar school. De heren en dames studenten moeten ook wel naar college, maar gaan vaak iets later naar bed. Feesten. En de jongelui maken er ook muziek bij. De Groninger Orkestvereniging bracht ook buitengewoon veel muzikaal leven in de brouwerij. Dus wat het volume betreft, alle begrip. Maar ze speelden niet bij ons in de straat. En dat scheelde toch. Thank you.
Thank you.